Wat, ik heb een heel leuk gesprek gehad, maar ik zit nou te kijken naar deze bloemen. Super tof dat je kijkt naar Gloonhill Vlog. Mijn naam is Sander Pas, zoals iedereen weet. Net aangekleed, net gedoucht. Oh, het is heerlijk. Alleen vergeet ik altijd mijn haar dan te kammen. Ik heb er zo vaak. Ik ga even klaarmaken om dadelijk naar werk te gaan. Moet ook gebeuren. Zo. Haren mooi. Hoppakee, oké, okay, goed. En dan nog klaarmaken om lekker wakker te worden met een bakje koffie. Dus dat gaan we doen. Bakje koffie zetten. Wat gebeurt het dus? Dat betekent dat ik lekker gordijnen open ga gooien. Ja, echt lekker heerlijk. Gordijnen open. Dadelijk even mijn haren doen en koffie zetten nog. Oh, daar heb ik even lekker trek in. Hoe doe ik koffie dan in een zakje? En ik word trouwens wakker, kom ik later pas achter. Heb Ganya aan deze plastic tas gezeten. En die is aan een van zijn kanten helemaal open gescheurd. Heel handig. Dus Ganya, je bent een boef. Maar ja, wat ik al zei, ik ga koffie zetten. Waterkoker aan, want ik heb nu zakjes namelijk. Dus, en dan ga ik ook nog haren doen. Nou, dat doen. En even wachten in mijn haren. Dat doe ik heel vaak. Maar ik heb al een paar dagen niet gedaan, omdat ik gewoon vergeten ben. Echt zo handig voor mij. Dus zoek ik even tussen de licht. Ik weet hoe Kaya is. Die gaat dan... Ze is nu al bij de deur. Maar ja, ik ga even wachten in mijn haren doen. En dan... Ja, laten we dat even doen. Wax in mijn haren. Hij is ook al bijna weer op ook nog. Ik weet niet of de camera recht staat, maar oké. Okay. Dat is ook weer gebeurd. En tussentijd hoor ik hoor nu al van de afstand dat we gewoon... Mijn koffie gewoon nu waterkoken klaar is. Dan ga ik alleen een zakje nog in doen. Dus gaan we nu even een zakje in de koffie gooien. Dus laat ik het ook gelijk zien. Is gebeurd. Heerlijk lekker bakje koffie. Cappuccino. Alleen suiker nog toegevoegd. Dan heb je eigenlijk latte macchiato. Als ik goed heb. Maar nu maar even klaarmaken om naar werk te gaan. Moet ook gebeuren. Wat ik ook heb gedaan is even lekker bijkomen. En dan ga ik de batterij ook nog vervangen. Want die is al bijna weer leeg. Dus laten we dat ook gelijk doen. En lekker van een bak koffie genieten. Want daar heb ik echt veel trek in. Even heerlijk lekker rolgordijnen open. Is wel wat lekker wat er is. Ik heb net gegeten en dat was rotti. Maar die heb ik op. Gelukkig zo. Ik heb lekker gegeten. Ik heb de gordijnen eigenlijk dicht gedaan. Omdat ik YouTube zat kijken. Het moest even donker zijn. En het zonnetje schijnt nog steeds. Heerlijk weer. Maar gaan we nu van gaan we achter de computer zitten. Ga ik even YouTube kijken. Ben ik lekker aan het relaxen. Want gisteren natuurlijk lekker gewandeld. En oh, was dat lekker even. Misschien dat ik binnenkort vaker ga doen. Maar wie weet. Word ik ook nu zo heet tijd te kijken. Ik denk dat ik aan verslaafd aan ga worden. Aan TikTok. Ja, want ik heb pas geleden gisteren nog een paar gemaakt. En dat zien jullie nu. Who's that sexy thing I see around? What the fuck? Oh my god. Sorry, no, I'm ugly. Dat waren die TikToks die ik heb gemaakt.
Ik vind het zelf wel leuk om te maken en ik had de reactie al ja, ik vind het gewoon leuk. Ik denk dat heel veel mensen nu aan TikTok uit zijn. En, want ik zie al heel veel mensen ook als BN'ers. Najib zat al te doen. Ik weet niet hoe ze weten, maar... andere YouTubers zie ik het ook al doen. Enzo die het heel veel doet. Nog iemand. Er zijn zoveel mensen die nu... Gewoon bekende Nederlanders. Die nu al heel veel aan TikTokers zijn. Door de verveling. Door de situatie waar we nu in zitten. Dus... Ja, ik weet niet. Heel grappig eigenlijk. Gewoon om te zien... Dat heel veel mensen nu aan begint. Want ik vind het zelfs leuk om... Ik zit er al aan het kijken, OS. En dan... Sommigen zijn gewoon echt leuk. Hey mam, ik heb zojuist de videoband gevonden van toen ik nog klein was. Zullen we hem kijken? Ik weet niet of... Vreugde! Sommige TikToks zijn echt wel leuk. Maar sommigen denken van... je had het al beter kunnen maken. Sommigen zitten gewoon echt bij dat het beter kunnen gemaakt worden, vind ik. Iedereen heeft zijn andere kwaliteiten natuurlijk. Maar mijn TikTok vind ik zelf wel veel bekeken. En ik heb echt veel mensen die liken en kijken naar mijn TikToks. Dus... En ik krijg reactie. Grappig man. Haha. Dus... Maar ja, dankjewel voor de reactie. Ik ga even ook promotie maken voor mijn YouTube kanaal natuurlijk. En deze had ik gemaakt. Die hebben jullie al gezien. Maar ja, we gaan nu even dan even dadelijk naar Bulgarije toe, want ik moet nog voedingsgeld gaat halen. Dan ga ik het ook zo doen, even lekker een bakje doen en even bijpraten. Ik heb een heel leuk gesprek gehad, maar ik zit nou te kijken naar deze bloemen. Deze bloemen gaan dood. Dus wat doe ik dan? Ik weet niet of we gaan niet lukken allemaal te pakken. Duidelijk wel. Ik ga deze bloemen... Ja hoor, ik snap de reden al waarom ze dood zijn aan het worden. De water was op. Maar deze bos gooi ik hem weg, want ze zijn helemaal uitgegroeid. En dan gooi ik mij in de prullenbak hier zo. Als het lukt. Ja, Sander, hoe ga je dat doen? Weet je wat ik ga doen? Ik pak even aparte vuilniszak. En ik stop ze allemaal in een aparte vuilniszak. Even kijken. Ik heb hier een vuilniszak. Zo. Ik zie dat het net de laatste is. Maar dat maakt niet uit. Stoppen deze bloem erin. En dan ga ik dat even nu doen. Even die bloemen erin zetten. En dan stop ik die bloemen nu hierin. Kijk, de grazen. Wil iemand nog afscheid nemen? Dan kan dat nu. Neem even nu een meentje. Ja, oké, jullie zijn klaar. Ik doe al zo even. Zo, hoppakee. Dag bloemen. Oh, dat maakt wel een troep gelijk hier zo. Nou, beetje een blik even overheen halen. Maar ik denk dat ook al mensen vragen van Sander. Die plastic zak, had je niet kunnen wegbrengen. Dat had gekund, inderdaad. Maar ik ben het vergeten. Plus, dat kan alleen op donderdag. En donderdag is het natuurlijk al geweest. Zo, dat is opgeruimd, staat netjes. En ik denk dat niet iedereen TikToks hebt, dus dat wil ik even bij je zeggen. En al heb je wel TikTok, volg me hier op mijn TikTok. En wat ik ook wil zeggen, die geen TikTok hebben, TikTok hebben. Wees niet getreurd. Wees niet bang. Want ik ga gewoon TikToks tot nu toe gewoon in mijn vlog gooien. Dat jullie ook nog kunnen genieten van mijn TikToks. Lekker gesprek gewoon met begeleiding. Super leuk gesprek over alles en nog wat. Over de situatie en wat ik ook over heb gehad. Over mijn privé dingen. En Gaia zit hier ook hierbij. Gaia, ik wil even met je praten. Kom jij eens even hier bij je baasje. Kom jij eens even bij mij. Niet weglopen. Nee, niet weglopen. Kom eens hier. Hier. Er komt ook nog, hè. Ja. Even lekker knuffelen met je baas, hè. Even lekker knuffelen met je baas, jongen. Hè? Even lekker knuffelen.
Ja. Het is wel altijd even gezellig mee, kan je. Even lekker knuffelen. Wat ik eigenlijk wel best wel mis. Met Sanne en ja. Sowieso Sanne. Maar ja. Ik had het met begeleiding over wel een beetje zo gehad. Want ik had het al tegen haar gezegd. Want we missen elkaar gewoon echt. En ik heb geprobeerd en begeleiding zei hou gewoon RIVM in de gaten. Dan weet je het ook meer dan wat. Dus wat eigenlijk hier is, moeten we ook. Wij hebben zelf. Onze stichting heeft dezelfde regels als RIVM. Dat is het enige wat ik kan weten. Dus als van RIVM mag, van de afstand niet meer afstand hoeft te houden, dan kan ze komen. Maar tot die tijd niet. Helaas. Maar ja, niet getreurd. We moeten gewoon sterk houden, al is het moeilijk. Hé Ganja, wat vind jij ervan? Ja, jij merkt er niet veel verschil van, hè? Maar ja, niet getreurd. We moeten gewoon. Ik vind het moeilijk, maar ik probeer me sterk te houden erin. Maar ja, het is wel een beetje lastig. En begeleider vond het ook wel zielig voor mij in ieder geval. Maar ik voel, ja. Het is wel jammer. Dat wel. Ja. En ik snap, kan je altijd met zakken zitten knoeien? Want dat is deze zak namelijk. Ik heb hem maar hier neergezet. Raar plek, maar kijk dat dit helemaal is opengescheurd door Ganja. Nou zit hij onschuldig te kijken. Ganja, je hoeft niet onschuldig te kijken. Ik zat gisteren natuurlijk op vliegenjacht en ik zie nu te kijken al voor vliegen. Dus nu niks. Dus daar ben ik blij om. Ik zit al te kijken, kloeren. Nee, ik zie geen vliegen. Maar misschien komt het door dat ik gisteren raam open heb gehad. Dat daardoor vliegen zijn gekomen juist. Oh, en deze nummer trouwens. Deze nummer trouwens heb ik op geblieb. Stand up! Walk by it! Ik weet niet of het nog in het bed. Hey, you think of this lovely view. It's a tiny show of tears. Stand up! Baby! Dit is ook een ongelooflijk lekkere nummer. Wat past er nou bij liefde? Er is maar één nummer die tot nu toe bij liefde past. En dat is deze nummer. Vandaag is rood, kleur van mijn liefde. Vandaag is rood, de kleur hoort te zijn. Vandaag is rood. Ik ben blauw, ik ben hard van jou. Liefde tussen jou en mij. Maar dit is ook een lekkere nummer. Girl in Rita. Oeh. There's the world. Now the world is stopping. Ja, is nu bezig op de bed hoor. Ik ga even licht aanzetten en dan ga ik jullie aan ons luk laten zien aan jullie. Even kijken hoor. Wat is er jongen? Hey. Hé, hey, kappen met bijten. Die is een beetje speels aan het worden. Hé, Ganja? Ben je speels? Nou, jullie hebben niet goed kunnen zien wat hij precies doet natuurlijk. Ja, ze hebben een klein beetje actie. Maar ja, niet zoveel. Zo, dat was wel even wat. Even lekker muziekje luisteren. Maar ik ben nog muziek aan luisteren, maar... Wat kan ik tegen jullie vertellen is... Morgen ga ik de vlog niet openen. Wie dat gaat doen, is een verrassing. Ik ga nog verrassing voor jullie houden. Wie er morgen de vlog gaat openmaken.
En ik haal even dingen een beetje aan de kant. Hier zit die plant in, dus dat leg ik even hier dan maar. Au. Want morgen ga ik iemand anders vlog openen. Wie het is nogmaals, is een verrassing. Dus wil je het weten, check dan mijn vlog van morgen. Dus wat ik ook nu ga doen is lekker slapen. Morgen iemand anders hier vlog openen van mij. En dan ga je morgen zien. En wat ik eigenlijk ook wil zeggen is, jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even een blij duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zo tof zijn als je beneden je bent al abonneert. En toffe reactie beneden achterlaten. En dan zeg ik alvast veel kijkers in gewoon heel vlog om 1 uur. En dan zeg ik hierbij laters. Dan ga ik tussendoor even lekker op vliegenjacht. Kom maar hier. Kom maar bij papa. Yeah.